welkom in de Golf GTE. Ik ga jullie meenemen op een proefrit. We hebben deze auto even klaargezet om jullie even te kunnen laten ervaren wat het nou precies inhoudt om met GTE te rijden. Deze auto is hier van een keyless entry. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik geen sleutel meer in mijn handen nodig heb gehad om de auto te kunnen starten, te openen of af te sluiten. Maar daar nu genoeg over. You never know just what they're gonna do to you. You should ask him what he pays first, and then make sure he pays. Nou, daar gaan we. We gaan van het terrein af. En ik ga jullie eens even meenemen op deze bijzondere ervaring, zeker uw emotie. Ik moet even mijn hoogte bijhouden. Want er zit zoveel vermogen in deze auto. Deze auto heeft 204 pk met een koppel van 250 Nm. Dat wil zeggen dat je nog 1500 kilo mag trekken achter deze auto. En dat is natuurlijk voor een hybride auto heel erg bijzonder. Voor de zakelijke rijder betekent ook nog een fiscale bijtelling van 7% voor deze specifieke auto. Wow. Zoals ik zei, dat gaat natuurlijk best hard. Ligt hij natuurlijk fantastisch op de weg. Je merkt door dat sportonderstel dat hij gewoon heel veel grip biedt, zowel aan de voor- als achterzijde. Het vermogen brengt hij er ook heel mooi over op de weg. Ja, het is gewoon echt een fun en plezier om in te rijden. Deze Volkswagen Golf GTE die vindt u bij Zijp, Duiven. En op de ratio 22. En zijn we natuurlijk een Volkswagen dealer die al sinds 1957 actief is in Arnhem en omstreken. Ik werk zelf inmiddels bijna 10 jaar voor de organisatie. En ik zou het uiteraard prettig en leuk vinden als jullie eens een keer bij ons in de showroom komen kijken, voelen, proeven en ervaren. Daar gaan we. Wow. En ik zeg, als het hard gaat, dan gaat het hard. Ik weet niet of je daar beelden een idee van krijgt, maar het gevoel in mijn buik is echt wauw. A better time than now. Waarom Volvo rijden, toch? Waarom BMW rijden? Waarom Mercedes rijden? Waarom? Als je Golf GTE wil rijden.